Weet dat Mark Koeken, de grote wielervriend, ook voetbalvriend, deze week ook bijklust in Café Corsari als onze stamgast nu. Hij zat vanmorgen op de redactie de krant te lezen op zoek naar een interessant artikel waarvan hij dacht, dat wil ik uitvlooien. Tot zijn oog viel op de datum. 1 april. Dag mevrouw. Goeiedag. Het is Mark Koeken van de wielerploeg, ik ken hem wel. Hè. Maar, je weet dat Ronde van Vlaanderen die passeert hier in de buurt. Hè. Ja. Mag ik dat pakje hier bij u laten? Ze gaan van de ploeg, van de wielerploeg. Gaan ze erom komen. Moesten er Zwitsers komen, moet het niet meegeven. Want ja, Cancellara wilde ook winnen. En hoort met Gaal de vijver zijn of dat ik zijn. Is het goed? We zijn ongelooflijk bedankt. Merci. Prettige dag verder. Hè. Salut. Hè. Merci. Goedendag meneer, mevrouw, lokale politie. Is er iemand geweest hier? Ja, we hebben een half uur keer Mark Koeken hier geweest. Ik heb een duur gehad. En je hebt een doos gekregen? Ja, van Mark Koeken. We kunnen ja. Misschien meneer eens mee in de combi nemen. Ja, zit hij maar. Oh, pardon. Ja. Maar Mark Koeken, ja. Is deze man? Ja, daar denk ik. Lotto. Ah, die kent ook? Ja, ik ben een vriekoersliefhebber. Daar is de vijver dan. Nee, dat is een vrouw. Daar is Koeken, hier. Ja. Als je het hier loopt, ben je open geweest. Kunnen houden mij er iets van heen dat ik dat kan zijn tegen hele vijver of Koeken. Ik heb de politie gehad. Sowieso, meneer, we gaan het als verbaal moeten opstellen. Ja. Of als het een rechtszaak wordt, ja. Kunt u daar altijd mee behelpen in feite. Heb je een advocaat? Ja. Kijk. Heden op 1 april is er een verdacht persoon langsgekomen bij u thuis. Persoon, ik kon niet verder zijn. Onbekende. Voor u was het geen verdachte. Nu het kop. Zij die maar Koeken dat is. Nog beter gekend dan voor zijn burgemeester. Beter gekend dan voor een boos. Wat is dat zijn producten van Mark Koeken? Ja, producten, producten. Dat zijn geen producten die je in de keuken vindt, meneer. Ah, maar wie weet. Ja. Maar de kijk nu een keer zijn? Dat kijk bezig? Ja. Ah, nou, dat zijn voor de karas, kijk. Dit is een PL. Doping. Voor de karas, wie zegt dat dat allemaal legale producten zijn? Dat ziet er niet goed uit, hè. Nee. En zeker niet voor u, hè. Maar. Je hebt dus hier een pakje aangenomen. Meneer gaat een advocaat nemen, dus. Ja, maar ja. Hoe gaat hij bewijzen dat hij dat pakje heeft aangenomen? Hoe gaat hij dat bewijzen? Niemand heeft dat gezien. Zijn we de 31ste van mij? Ik weet het niet. Nee, de eerste. Is er dan iets speciaals te doen? Ah, de verzandrekersdag. Wat is het dan? Verzandrekersdag. Verzandrekersdag. Ja, of iemand op het tap. Kijk, jij er maar, Koeken. Ik vind hier een babbel. Collega. Vlug de dopen, Vlug. Mark, vulligen. Heb jij geen doos gezien? Zet dan in. Dat verstok ik nu niet goed, hè? Ja, maar ik ook niet, meneer. Welke dag zijn we vandaag? Dinsdag? 1 april? 1 april, dank u wel! 1 april! Welke dag zijn we vandaag? Goeiedag! Sorry, ja! Dus, als zondag Tom Boonen de Ronde van Vlaanderen wint, dankzij mevrouw Emily!